dag nummer 1 dat ik ben gestopt met voetbal. Ik was mijn eigen aan het voorbereiden voor dit moment. Sinds we toen met Peshkot Bilbek ben ik teruggekomen, was ik aanwezig en bezig met de trainingscursus. Dus ik ben ondertussen al 4 jaar aan het studeren, mijn eigen aan het voorbereiden. Ik heb eigenlijk de laatste 3 seizoenen als speler gecombineerd tegelijkertijd met voetbalstudies in verband met videoanalyst, met scouting. En het is mijn passie, ik hou van deze sport en ik kijk naar uit voor morgen. En ik heb natuurlijk mijn eigen game model. En dan denk ik dat moet het startpunt zijn, onze game model, onze principes. En dan afhankelijk van de tegenstander aanpassingen doen en een gameplan op te bouwen voor elke weekend. Ik denk dat een evenwicht moet zijn. Niet te dicht, maar ook niet te ver van de spelers. De spelers hebben duidelijkheid nodig. En veel communicatie. Dus op dat vlak hoop ik om ook mijn standje beter te leggen. Want communicatie tussen spelers en technische staf is heel belangrijk. Ik ben er klaar voor, zeker en vast. Beter te vroeg dan te laat. Ja, ik heb alles aan gedaan en alles voorbereid alsof ik voor een groep stond. In eerste klasse of in Aken, zoals met Aken spelers. In eerste klasse zou ik komen. Is het bedoeling? Ik ben ook trots op mezelf. Maar mijn ouders zijn ontzettend trots. Wanneer gaat er komen kijken om jouw paspoortje terug te zien? Ik hoop dat ze in. Als ze morgen komen, dat ze me iets laten weten. Want de vorige keer voor mijn afscheid was een verrassing en ik val bijna dood op het veld.